Voor onze rijmelaars ben je wel een moeilijk geval, omdat er rijmt heel weinig op goedele wachters. Enfin, zo, ja, slachters. Wasverzachters. Ja. Wasverzachters ook, ja. Serieverkrachters. Sorry. Nee. Is dat iets voor jou zo in het wild? Oh ja. Meen je dat? Veel meer dan dit, niks, echt waar. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik ben ooit één keer met een tent op reis geweest. Ik heb die tent nooit recht gekregen. En ik heb het over allee, ja. Nee, echt waar. Nee, veel zeggen. Want je bent niet geschoren, maar ja, ik ook niet. Nee. Vind je dat maar mooi? Ik drink dat eigenlijk. Allee, ik bedoel, echt scheren. Zo, en zo dat babypoepje, dat doe ik sowieso niet meer. Nee. En want ik zit met dat putteke. Ja, dat is juist. Dat is heel ambetant om dat met een scheermesje. Ik ben er al twee kwijt, zo. Maar jij bent ook niet glad geschoren. Nee, ik weet het. Nee, je ballen wel, Erik. Shit, die jij dat eigenlijk? Ah ja, die geeft dat daar een uur op een snort op lang. Dag Filip, dag Jeroen, welkom. Zijn jullie blij om mij terug te zien? Zeker en vast, Erik. Toen ik vandaag besefte dat ik u ging terugzien, stond ik echt te springen. Maar van het derde verdiep is blijkbaar niet hoog genoeg. Ja, dat is goed. Wat denken jullie van de kandidaten? Ah, goed. Toppunt van de Pax Media, hè? Toch? Mm-hmm. We hebben iemand van Vier, iemand van de VRT en iemand van het OCMW. Ja, ik bedoelde nu, hè, Erik. Ja, tevreden, Jeroen? Oh, heel blij. Vooral met Goedelen dan. Ja. Ik herinner ze nog van onze deelname, dan mag ik je kussen. Ja. Ik herinner me je zachte lippen, je prachtige lichaam, je zachte borst. Je zure zweetgeur. Vieze haren en vieze blanke huid. En natuurlijk ook Bartel, de boomchirurg. Dat is eigenlijk een ander woord voor tuinman. Hè, want hij een chirurg is, dan is mijn kuisvrouw een stofprofessor. Maar alle respect voor uw job. En natuurlijk de derde kandidaat. Blij dat hij er is. Rob van Oudenhoven. Een absolute tv-legende. Hè? Wie kent hem niet? Ja, nog één afspraak dan. Geen moppen meer over mijn tanden. Oké? Okay? Nee. Het is te veel. Afgesproken. Ja. Mag ook niet, hè? Moppen maken over iets dat al dood is. Ja, ik weet het. Ik vind dat, dat vind ik tegen. Ik vind dat ze daar echt niet meer moeten mee lachen. Nee, ik weet het. Maar zeker nu niet. Want hij heeft er werk van gemaakt. Maar ja, ik heb een zoutstraalbehandeling laten doen. Waar, ja. Je bent echt waar, Rob. Maar ze zijn precies uitgeschoven, want uw neus. Maar Erik, wat hebben ze juist gedaan? Nee, ze hebben met zout gestraald of zoiets. Maar dat schijnt dat. Wat heb jij dat laten doen? Ja, je hebt dat mijn gezicht moeten laten doen. En wanneer zijn ze klaar? Wanneer mogen ze gaan ophouden? Ramp, ja. Ja, het is een ramp. Ja. Het is een beetje alsof je bij onze jury bijvoorbeeld zou zeggen van we maken er een beeld van en je krijgt dan zoiets. Ja, maar dat was voor zijn zoutstraling. Oh, sorry. Ja, dat was later, maar Irma. Jeroen, als je jouw haar ziet, dan denk je van ja, die is wel in een orkaan gezeten, nooit. Erik, als ik uw haar zie, dan denk ik, uw kapper is in een orkaan overleden. Filip, heb jij wel eens in een orkaan gezeten? Nee, maar wel al eens in een Irma. Ah, goed, dan gaat het. Ja. Een kapoeren, hè. Ja. Nee. Ja, wat? Zeg, weet jij wat het verschil is tussen Sigrid Brakke en een orkaan? Het is Siegfried. Siegfried? Ja. Niet Sigrid. Ik zeg altijd Sigrid. Op tv mag dat dan niet, hè. Ja. Ah.
zeg Erik. Erik. Ja. Met... Weet jij wat het verschil is tussen Siegfried Brakke en een orkaan? Nee. De een grijpt alles mee wat op zijn weg komt en de ander is een weesverschijnsel. Dit zijn al vraag drie. Ja. Ja. Is het Siegfried of Siegfried Brakke? Ja. Vraag drie. Oh. Pas op dat je dat weer niet tegen je tanden laat vliegen. Dit coole toestel was een van de rages van deze zomer. Dat zou de stress verlagen. Bij mij op dit moment nu niet, maar toch een beetje. Hoe heet dit speeltje precies? Fidget spinner. Ja, dat is goed. Een fidget spinner. Ja. Weet je wel? Hey, pas op, ik kan dat doen, hè. Ja. Gubby, het mentaal gehandicapt helikoptertje. Nee, fidget spinner. Iedereen. Wist jij het ook, Bartel? Spinner, maar verder was ik niet graag. Ah, nee. Nee, ik wist ook fidget, wist ik niet. Goed. Vraag 4. Goedele. In het huishouden is het vaak een kwestie van het aangename aan het onaangename te koppelen. Wat is het populairste huishoudelijke taakje tijdens het tv-kijken? Strijken. Strijken. Doe je dat wel eens tijdens het tv-kijken? Altijd. Tijdens het journaal ook? Ja. Ah, ja. Nee. Bartel, jij ook? Ik heb nog niet gezien dat dit ijsjournaal aan het strijken was. Nee. Ah, oké. Okay. Doen jullie soms iets anders tijdens de tv kijken? Ik durf wel eens iets anders doen. Oh, nee. Ja. Nee, als Goeden op tv is, dan durf ik wel eens... Maar of als Rob op tv is, dan loop ik wel eens naar mijn kalender om te zien of dat het 2004 is. Oh. Nee, het was 2002, denk ik zelfs. Voor wie het toch romantisch wil aanpakken, is er altijd nog Whitney Houston. Welke hit van Whitney Houston is nog steeds een van de populairste openingsdansen? Gelieve het antwoord te zingen. Oh nee, dacht het. Hello! Ik ga er niet bij doen. Ja. Als Whitney Houston deze had gehoord, zat er eigenlijk omgedraaid in haar bed. Ja. Ik weet niet, ik was alleen uitgenodigd voor de receptie. Maar dit komt het zout van het tanden. Zijn jullie gelovig? Nee, zeker. Ik zie mezelf wel een beetje als een Christusfiguur. Hoe kom ik altijd met dat gigantisch kruis moet rondkomen? Gebruiken jullie vaak de GPS? Er zijn twee dingen dat ik echt niet kan. Dat is met de GPS rijden en een strafverhaal vertellen. Zo moest ik onlangs in Lovendigem zijn en ik ben er niet geraakt. Dat is een goeie mop, hè? Ja. Moet ik hem nog eens doen? Ja. Er zijn twee dingen. Nee, het is wel plezier dat je daar kunt maken. Heidi. Ja, nou, het schijnt een van de weinige dingen van Studio 100 waar de Geert nog niet heeft opgezet. Hebben jullie ervaring met klachtenbrieven? Toch wel. Ik zal er anders een voorlezen. Ja. Beste. Die presentator van De Slimste Mens trekt op niks. Gelief hem zo snel mogelijk te vervangen. Ja, ik moet hem gewoon nog naar de post doen. Maar... Vraag 14. Langs voor een week naar India. Totdat ik dan las over al die groepsverkrachtingen en zo. En heb ik er 3 weken van gemaakt.